drukte en hectiek rondom Vredenburg. En de woorden van de premier zorgen zelfs een beetje voor muziek. Kijk, en juist in deze tijd waarin we nu een economische crisis hebben, vind ik het wettig waanzin dat zaken zo lang worden opgehouden. Dat kunnen we niet hebben. Ja, dat klinkt mij dan weer als muziek in de oren, want wij willen wel een keertje aan de slag hier. Ja, dat is precies de reden waarom we crisisherstel nodig hebben. De crisisherstelwet. Daar wil Balkenende werkgelegenheid mee creëren. Grote bouwprojecten, zoals het Utrechtse stationsgebied, moeten makkelijker kunnen doorgaan. Nu wordt het keer op keer stilgelegd vanwege allerlei procedures. Ik vind het waanzin. Als ik zie hoe het is met het muziekcentrum, dat 2 jaar lang de zaak is opgehouden zonder dat het inhoudelijk iets uitmaakt, dat zijn zaken die kunnen we ons niet meer permitteren. Actievoerder Kees van Oosten denkt daar heel anders over. Procedures beschermen juist de rechten van omwonenden. Schone lucht, geen geluidsoverlast, natuur, noem het allemaal maar op. Maar die rechten zorgen niet voor de vertraging. Want je hoeft alleen maar naar het muziekpaleis te kijken. De bouwvergunning voor het muziekpaleis is er nog steeds niet. Ze hebben wel het muziekpaleis gesloopt 2 jaar geleden. We hadden er dus nog al die tijd plezier van kunnen hebben. Maar de bouwvergunning is er nog niet. Dus die vertraging die er is, die is er wel. Die heeft te maken met de gemeente die zijn werk niet doet. En die daar jaren en jaren laat sloffen. En nou wordt er tegen ons gezegd, het komt door jullie. Door de aantasting van burgerrechten zet ook de Raad van State grote vraagtekens bij de plannen van de premier. Bedankt. Dank. Maar die is niet onder de indruk van de kritiek. Als ik met mensen uit bouwend Nederland spreek, dan krijg ik te horen van dit wetsvoorstel, daar hebben we wat aan. Dat kan zaken bewegingen brengen. En wat dat betreft zijn we zeer gemotiveerd en daar hebben we elkaar voor nodig. Als het wetsvoorstel van de minister-president wordt aangenomen, dan worden deze maquettes van het stationsgebied in Utrecht heel wat sneller werkelijkheid.